Ik ben Simon Smets, ik ben calculator binnen Wilmen Construct. Ik ben Ken Matthijs, ik ben calculator in de Willemgroep, afdeling Wegenbouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Calculator binnen de bouw is ervoor zorgen dat je tot op een totale en correcte kostprijs komt van één bepaald project. Een calculator heeft verschillende opdrachten. Eerst en vooral beginnen wij prijsvragen te versturen naar onze leveranciers. Eventueel kijken we met de werfleiders wat de opportuniteiten zijn. En finaal bepalen we de prijs voor het dossier in te dienen. Ik was altijd gefascineerd door de bouw, maar ik vond het ook interessant om het financiële plaatje te bekijken, niet enkel het technische gedeelte. Ik kom hier meestal toe tussen 7:30 en 8:00. Als er offertes zijn, dan print ik de offertes af, klasseer die offertes en dan begint het eigenlijk het echte calculatie. Wij werken vaak met een BIM-model. Een BIM-model is een bouwinformatiemodel, dus dat is eigenlijk een 3D-model waar dat je bijkomende informatie insteekt. Dus dit is een BIM-model en dan kan je er volledig in zoomen. Dan kan je ook bepaalde sneden hier gaan overnemen en dan kan je gaan zien, ah ja, dat detail ziet er zo en zo uit. Het is zeker een sociaal beroep. We komen in contact met verschillende partijen, met de mensen binnen de firma, met de werfleiders en onder andere ook met de leveranciers. Als we een project binnenkrijgen en we moeten daar prijs op zetten, dan gaan wij altijd een keer ter plaatse zien van, ah ja, naar voor logistiek moet ik daar rekening mee houden en daar meer rekening mee houden. Ah, ik kan beter mijn torenkraan daar zetten. Ik kan jonge mensen aanbevelen om calculator te worden, omdat het veel variaties in de job. Wij zitten meestal wel op kantoor, maar we hebben ook de vrijheid om plaatsbezoeken te gaan, niet bij de werfleider te gaan, meer prijzen op te maken. Dus het is niet altijd eentonig en niet altijd hetzelfde dat we doen, dag in dag uit. Het meest uitdagende in mijn beroep is effectief de markt opgaan en ervoor te zorgen dat ik de beste offerte die dat er op de markt aanwezig is, dat je die ook hebt. Een van de grootste verantwoordelijkheden, namelijk de prijs. De prijs bepaalt alles. Als de prijs niet goed is, ja, dan hoor ik het wel achteraf dat het niet in orde was.